Zoo, Story Zoo. Geekaboo, ja. Geekaboo. Ja, liedjes! Pak een kwast en schilder maar. Kijk, het staat daar zomaar voor je klaar. Alles mag en niets is raar. De kleuren dansen door elkaar. We verven, we verven, wat gaat er gebeuren? We kiezen de prachtigste kleuren. What would it be? Een jongen met een pet op zijn hoofd. Eerst doen we met geel en wat bruin nog erbij. So beautiful, beautiful, beautiful. Zo prachtig wordt ons schilderij. Schilder, schilder, schilder maar. Alle kleuren dansend door elkaar. Alles mag en niets is raar. Je bent een echte kunstenaar. Schilder, schilder, schilder maar. Kleuren dansen door elkaar. Alles mag en niets is raar. Je bent een echte kunstenaar. De wangen rood, zo rood, nog rooier. De mond die lacht zo mooi, nog mooier. De eyes are blue. Nog blauwer dan die veren van jou. Ze stralen als sterretjes, blijer dan blij. Schilderij. Schilder, schilder, schilder maar. Alle kleuren dansend door elkaar. Alles mag en niets is raar. Je bent een echte kunstenaar. Schilder, schilder, schilder maar. Kleuren dansend door elkaar. Alles mag en niets is raar. Je bent een echte kunstenaar. Kwasten krassen, vegen, streken en spatten. Wat zijn we goed, het is niet te geloven. We zijn er helemaal van ondersteboven. Schilder, schilder, schilder maar. Alle kleuren dansend door elkaar. Alles mag en niets is waar. Je bent een echte kunstenaar. Schilder, schilder, schilder maar. Kleuren dansen door elkaar. Alles mag en niets is raar. Je bent een echte kunstenaar. Zoo, zoo. Hallo allemaal. Van harte welkom bij het Van Gogh Museum. Ik ben Beer Baks. Gaan jullie gezellig met ons mee? Toby en Pepper zijn alvast vooruit. En Vlinder gaat zich ergens verstoppen. Hè, Vlinder? Gaan jullie haar zoeken? Eens kijken wat we deze keer allemaal gaan doen. Toby? Pepper? Waar zijn jullie? Ah, daar zijn jullie. Kom eens kijken bij dit schilderij. Er staat een meneer op. Oh. Weten jullie wie dat is? Dat is... Nou? Ja, ik weet het wel. Dat is Vincent van Gogh. Een beroemde kunstenaar. Wat goed van jou, Toby. Vincent was a painter. He made lots of paintings. Heel goed, Pepper. Vincent was een schilder. Hij maakte heel veel schilderijen. Oh, wow. Kijk maar eens mee, kinderen. Vincent vond zoveel dingen mooi. Hij wilde alles wel schilderen. Hij maakte een heleboel verschillende soorten schilderijen. Oh. Schilderijen met gezichten erop bijvoorbeeld. Dat noem je portretten. Kijk, daar heb je Vincent weer. Oh. Als je een portret van jezelf maakt, dan noem je dat een zelfportret. Je moet dan wel heel goed in de spiegel kijken natuurlijk. Yes. Ah, en hier zie je Vincent nog een keer. Vincent.
Jongen, wat maakt de Vincent veel zelfportretten, Bax? En wat kijkt hij serieus? Dat komt natuurlijk omdat hij zo geconcentreerd in de spiegel keek, Toby. Oh, maar dit is weer heel iets anders. Zien jullie wel? Dit is een schilderij van mensen die buiten op het land werken. Outside? Ja, dat noem je een landschap. Oh ja. En dit is ook een landschap. Maar hier staan geen mensen op. Hier zie je alleen het land en de lucht. Bax, Bax, dit is weer iets heel anders. Dit zijn allemaal oude spullen. Flesjes en zo. Ja, goed gezien hoor. Deze schilderijen noem je still levens. Still lives. Daar staan allemaal dingen op die niet kunnen bewegen. Oh, and look at these smelly old shoes. Ja, een stil leven met stinkende oude schoenen. Jullie hebben wel heel veel fantasie. Ruiken jullie het ook, kinderen? Nou, knijp dan je neus maar even dicht. We gaan nu eens kijken of jullie weten wat een landschap is. Hoi. Ah, daar is Toby. Hij heeft twee schilderijen van Vincent bij zich, zie je wel? Welk van de twee schilderijen is een landschap? Je kunt er heel ver op kijken. Kan je dat op dit schilderij? Of op deze? Weet je het al? Dit is het landschap. Oh, that's outside. Heel goed. Een landschap is buiten en je kan er ver op kijken. En er is zoveel te zien. Bergen en lucht en boerderijen. Wauw. Inderdaad, Toby. Op dit schilderij zie je goed dat het buiten is. Zie je wel? Dan is het een landschap. Een landscape. Hadden jullie het goed gezien, kinderen? Ja? Knap, hoor. Kijk, hier hangen drie schilderijen van Vincent. Je kunt zien dat ze alle drie heel verschillend zijn. Het zijn een landschap, een stil leven en een mooi portret. Eens even kijken hoor. Weten jullie nog wat het stil leven is? Kijk maar eens goed. Op een stil leven staan allemaal dingen die niet kunnen bewegen. Dat is stil life. Ja, goed zo, Pep. Ja hoor, dit is het stil leven. Goed gezien. Wisten jullie het ook nog, kinderen? Goed hoor, dan weten jullie vast ook nog wel welke van de twee andere schilderijen een portret is. Kijk maar eens goed. I know. Pepper weet het al. Jij ook, Toby? Ja hoor, een portret is een schilderij van iemands gezicht. Yes, someone's face. Dit is het portret. Knap hoor, Toby. Die hadden jullie vast ook geraden, kinderen. Goed hoor. Jullie hoeven nu natuurlijk niet meer te raden wat het landschap is, of wel soms. Dat is heel makkelijk. De laatste is het landschap. Ja, dat wisten jullie ook, hè, kinderen? Jullie weten al veel over al die verschillende schilderijen van Vincent. Knap, hoor. Look at this one. Wat zijn dat? I see rabbits. Ja, konijnen. Lief. Kijk, ze eten van het gras. Waar zijn we, Toby en Pepper? We zijn ergens buiten, Bax. We're in a landscape. Ja, goed zo, Pep. Pepper heeft gelijk. Dit schilderij is een landschap. Eens kijken wat we allemaal kunnen zien. Ik zie iets blauws. Oh, ik denk dat dat water is, Bax. Ja. En iets groens. Oh, dat zijn vast bomen. Heel goed. De grond is best hobbelig, hè? Ja. Oh, daar zit het konijn. A rabbit. En daar is het andere. Twee konijnen. Two rabbits. Oh, wat lief. Oh. Kijk eens naar deze puzzel. Kunnen jullie zien wat voor schilderij dit is? Oh, leuk, een puzzel. Ik zie iets blauws. Yes, blue. Lots of blue. Zou dat de lucht zijn? Is het misschien een landschap? Oh, nu zie ik ook een heleboel geel. Yes, yellow. And I see green. And red. Ah, ik zie het al. Het is een portret. Ja, Toby. Goed gezien, hoor. Het is een portret van een jongetje. Zien jullie wel? Hij heeft een groene jas aan en een blauwe pet op. Wat een mooie pet op dat portret. Zo een wil ik er ook wel.
Kijk, daar vliegt Pepper. Oeh, zie je dat? Ze verliest een prachtige rode veer. Wil jij hem voor mij zoeken? Dit is ook een schilderij van Vincent. Eens kijken, waar is de veer gebleven? Goed kijken hoor. Als je de veer ziet, mag je hem aanwijzen. Aha, gevonden. Daar is het veertje van Pepper. Eens kijken of jullie kunnen zien wat dit is. Even kijken. Ik zie... Is het... Is het een schilderijbox? Nee hoor, maar het heeft er wel mee te maken. Kijk nog maar eens goed. Is het... Weten jullie het al, kinderen? Oh, nu zie ik het. Het is een konijn. Die zat goed verstopt. Heel goed, Toby. Net als op het landschap van Vincent. Hij maakte een schilderij met twee konijntjes. Mm-hmm. I love rabbits. Oh, schattig. Kijk, daar staat Toby. Hij heeft iets op zijn hoofd. Kun jij aan de vorm zien wat dat is? Draagt Toby een ridderhelm op zijn hoofd? Of is het soms een piratenhoed? Of misschien een blauwe pet? Ik geef jullie een tip. We hebben het al eerder gezien vandaag. Wat denk je? Ja, Toby draagt een blauwe pet, net als het jongetje op het portret. Staat je goed hoor, Toby. Ah, daar hebben we Vlinder weer. Ze is klaar met verstoppen. En, heb jij Vlinder kunnen vinden? Pepper weet precies waar ze verstopt zat, hè Pepper? Zullen we eens kijken waar... Ah, kijk nou eens. Vlinder zat verstopt bij de schattige konijntjes. Had jij haar ook gezien? Nee? Dan kun je het filmpje gewoon nog een keer bekijken. Wat hebben we veel mooie schilderijen gezien, hè, kinderen? We zagen dat Vincent veel zelfportretten schilderde. En dat hij ook veel landschappen heeft gemaakt. Oh, en stillevens. We hebben zelfs konijnen gezien op een schilderij. Ja. En dit mooie schilderij hangen we op als herinnering. Bedankt voor het kijken, lieve kinderen. Tot de volgende keer. Dan gaan we weer spelletjes spelen en op zoek naar nog veel meer schilderijen van Vincent. Dag! Dag. Hoi allemaal! Wist je dat er ook een StoryZoo-shop online is? Hier kun je een knuffel kopen van mij. Of eentje van Beerbox. Of van Pepper. Lekker zacht. Oh, boekjes. Dan kunnen we samen Engels leren. Je kunt ze kopen in de StoryZoo online shop. Klik hier. Knuffels. Wacht. Klik hier om nog een filmpje van ons te kijken. En klik hier om te abonneren op ons kanaal.